als je filmt? 25 jaar geleden toen ik hier in Almelo kwam. En dat was toen de boekelier aan de Grote Straat 20. De verwachting natuurlijk was heel groot. Dat we een eigen zaak gaan runnen. Dat ik heel lang hier mag blijven. En dat is inderdaad 25 jaar later sta ik nu hier op een andere locatie. Dat is aan de Grote Straat 99. Dus de verwachting dat we blijven, zelfstandig boekhandel, en dat is wel mij is gelukt. Ja, ja, dat is echt een gewoon geweldig vak. Het is nooit vervelend. Het is altijd bezig met boeken, altijd bezig met leuke artikelen, altijd bezig met de wereld. Laten we zo zeggen, letterlijk de wereld heb je het in de boekhandel om de taal goed te leren en te beheersen. Dus dat is heel belangrijk. En natuurlijk, voor mij was het in het begin moeilijk. Maar ja, je gaat gewoon je best doen om alles te begrijpen en te lezen en in te verdiepen. En ben ik nooit een persoon bang geworden om te vragen naar een hulp. Of hoe kan ik dit beter zeggen? Hoe kan ik dit beter schrijven? Natuurlijk maak ik me nog steeds fouten. En iedereen maakt fouten. Maar zo groot niet van je fouten. Van je fouten kan je alleen maar leren. Ik zit inderdaad in de gemeenteraad, een partij van heel veel Almeloers die hier achter mij staan. Wij delen hetzelfde gedachte hier over Almelo, omdat het kan alleen maar beter. Het is wel te combineren, het is hard werk, of het is nou een eigen zaak of in de gemeenteraad. Veel lezen, en dat heb ik die draagvlak met veel lezen. En dan heb ik ook met veel lezen rapporten en veel lezen stukken. En over nadenken, maar ook contact met mensen brengt je ook op een andere ideeën, brengt ook informatie naar je toe. Dus de boekhandel is niet alleen met de boeken en dan sta ik tussen de boeken binnen, maar sta ik ook tussen de mensen, waar de mensen komen ze ook naar mij toe met hun verhalen, met hun ideeën. En dat laat mij ook aan denken. Dat neem ik mee ook vanuit de boekwinkel naar de raad. En dat is heel belangrijk. De link tussen de boekhandel, mijn werk, en de politiek en de mensen, dat zijn gewoon drie hoeken die kan ik niet missen.